moment feliciteer ik de inheemse broeders en zusters met deze bijzondere dag. Dank u wel. Dank u wel, de DNA-voorzitter, de heer Marines P. Nou, mensen, de tijd is nu aangebroken. We nodigen dan uit de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie, Chandika Prasad Santokhi. Maak een applaus. Ja hoor, dankjewel, dankjewel. Bedankt ook voor de begeleidende, prachtige inheemse dames. Welkom, Lobby Bradanangasisa in het bijzonder, de Ingi Bradanangasisa Funu. Welkom en een goede middag, frisse middag, warme middag, afaya. Maar Lobby de voorzitter van de Nationale Assemblée, voorzitter. Van de organisatie van herdenking van de inheemse dag en de voorzitter van Amazone Markt, ambassadors. Welkom, minister. En ieder aanwezig in het bijzonder, onze broeders en zusters, de inheemse broeders en zusters, hier op het onafhankelijkheidsplein. En we hebben net naar de toespraak geluisterd. En vooral voor voorzitter, voor organisatie, voor herdenking, voor inheemse dag. En natuurlijk is het voor ons bijzonder belangrijk. En we zien namelijk hoe de inheemse organisatie deze dag hebben ingericht. Starten met gebed. Starten met traditionele wijze aanbidden van onze God, onze schepper. Het binnenhalen van de krachten van onze God op een wijze waarop het heel duidelijk is dat onze inheemse broeders en zusters die traditie, het geloof, de cultuur nog levend hebben gehouden. Ook na meer dan 500 jaren en dat verdient respect. Dat we zien dat de voorzitter met een lobby, boel lobby, wordt de president binnengehaald. Mijn handen boel lusmi. Maar dat is wat er hier uitstraalt. De liefde voor elkaar. De liefde naar Suriname. De liefde naar alle Surinamers. Vanuit de inheemse groep. Maar laten we vandaag ook benadrukken de positie van onze inheemse broeders en zusters. In het land. En als we vandaag mogen pronken in de wereld. Dat we een van de drie landen zijn. Die carbon negatief is in de wereld. Ja, dat zijn we. Maar dan is het ook dankzij onze inheemsen die langer dan 500 jaar onze bossen onderhouden, onze oerwoud onderhouden en dat ook in stand houden, waardoor we inderdaad vandaag zoveel credit points hebben, dat we een carbon negatief land zijn. Laten we dat niet vergeten, dat als we zuurstofverschaffer zijn naar de totale wereld, waar alle andere landen hun bossen hebben weggekapt, dat het onze inheemsen zijn
die ervoor zorg dragen, natuurlijk met onze Maron broeders en zusters die het bos jaren hebben onderhouden. En daarvoor moeten we hen dat respect ook geven. Daarvoor moeten we ook hen die grani geven, maar daarvoor moeten we ook hen meer geven. We moeten hen die rechten geven. Voorzitter, it's just a matter of time. Maar je kiest de gronden rechten. Op een goede wijze geregeld. We hebben gisteren in het parlement vergaderd. En de vicepresident heeft namens de regering aangegeven binnenkort komen met een nota van wijziging. En dat opsta is, dat gaat heel snel gebeuren. Dat we zo snel mogelijk de regeling hebben om de rechten van onze inheemse broers en zusters en de Maron broers en zusters goed te beschermen. Maar ik heb ook geluisterd naar de voorzitter en ook naar de voorzitter van de Nationale Assemblée. En als we kijken naar de positie van de inheemsen, ja, dan is er nog scheefgroei. Dan is het nog dat ze ondergewaardeerd zijn in alle opzichten. Dan is het nog dat ze ook voor wat betreft hun sociaal-maatschappelijke positie nog achtergesteld zijn. En het ligt aan ons als land, maar zeker mijn regering, ik als president, om daarin verandering te brengen. Samen met de inheemse organisaties en de groepen en het traditioneel gezag. Ik heb al leden van FITS en andere inheemse broers en zusters al opgenomen in een presidentiële commissie om te zorgen dat die achterstanden structureel weggemaakt worden. En dat gaat ook gebeuren. Maar we luisteren ook dat er nog pijn is. Dat er nog leed is bij de inheemse groepen. Niet alleen als gevolg van historische gebeurtenissen, maar ook recente gebeurtenissen. Waar personen zijn omgekomen als gevolg van gewelddadigheid, dat betreuren wij. Dat betreuren wij als regering. En wij gaan als regering erop toezien dat er onafhankelijk onderzoek komt. En de procureur-generaal heeft al aangegeven dat ook te doen, dat alle aspecten onderzocht worden. Maar aan de andere kant zie ik ook percepties, voorzitter, dat er misschien een andere houding is vanuit de regering of een andere houding vanuit de president naar de inheemse groepering. Laat mij dat vandaag wegmaken, dat het niet zo is. En waar het toch blijkt dat die perceptie er is en dat we als regering onvoldoende luisteren naar de inheemse groepen, dat we onvoldoende doen voor de inheemse groepen. En als zou dat in de vorm van perceptie zijn, voorzitter, inheemse groepen, wil ik ook mijn verontschuldigingen daarvoor aanbieden. We moeten beter communiceren. We moeten beter uitleggen. We moeten meer betrekken in het nationaal beleid. Maar zeker als het gaat om het beleid binnen de inheemse gemeenschap. Zo hebben we als regering beslist. A heersaan voor houtkap. Am stop. Er is een commissie die een beleid voorbereidt voor uitfaceren van houtkap. Maar als je het kapt, doe het op een duurzame wijze. Door meer te planten. Als je het kapt, laat de lokale gemeenschap daarvan mee profiteren. En laten we de jongeren alvast trainen om ook in die lokale houtindustrie te gaan. Dat we ook moderne meubels kunnen maken in dit land. En kunnen exporteren en geld verdienen. En binnenkort is die grote conferentie met betrekking tot traditionele medicijnen. En de inheemsen zijn bij betrokken. Waarbij voor de eerste keer in het land de wet gaan aanbieden aan de Nationale Assemblée. Waar traditionele geneesmethoden, traditionele medicijnen erkend gaan worden. Bij wet vastgesteld gaan worden. En onze inheemse broeders en zusters ook een stukje inkomen daar gaan hebben. Omdat dat beschermd zal zijn. En dat dat ook erkend zal worden door het land bij wet. En we gaan nog meer doen. Zeker als het gaat om de ontwikkeling van de gebieden. Onderwijs, maar ook werkgelegenheid, Apura zie je, dat we al bezig zijn met ijsfabriek, maar ook faciliteiten voor Amersteiger. De weg is binnen een jaar klaar, de begroting is goedgekeurd,
Het voorstel is door de regering goedgekeurd, waarbij Apura helemaal verbonden zal worden met Nikeri. En vanaf Paramaribo kan je Apura binnen 4 uur bereiken. Alles al goedgekeurd en het is nu al in uitvoering. Het gebied, het bos wordt al weggestoten, zodat die weg, de aanvang van de weg binnenkort kan starten. En binnen een jaar hebben we een prachtige weg daar zo. En daardoor krijg je meer economische ontwikkeling, meer toerisme, afzet van hun producten in Nikeri of elders in de stad, waardoor mensen meer inkomsten zullen hebben. Onderwijs is bijzonder belangrijk en gezondheid. En we zien daar ook namelijk dat er een achterstandpositie is. Dus vanuit deze plaats, op deze dag, alle inheemse broeders en zusters. We gaan dit moeten aanpakken en de commissie bij de president zal nog agressiever moeten werken met de verschillende ministeries om die achterstanden te laten inlopen. Inderdaad, voorzitter, laat er meer liefde zijn. Laat van beide kanten zijn. Laat van alle kanten zijn, vooral op deze dag voor onze inheemse broers en zusters. En dat we deze dag mogen vieren met veel liefde. Straks gaan we naar Komowijnen. Ook daar zijn er activiteiten in het kader van Javaanse immigratie. Ook onze Javaanse broers en zusters gefeliciteerd met deze dag. En aan ieder gefeliciteerd en ook bedankt voor een geweldige organisatie wat ik hier zie. Ook vanuit internationaal Canada hebben onze broeder Marcos niet kunnen verwelkomen. Maar nogmaals, we kijken uit naar hun aanwezigheid hier in Suriname. Misschien komende periode waar ze een geweldige show hier kunnen geven. Alla lobby brada Hangasisa, de lobby Ingi brada Hangasisa. Me festeer uw AD, geweldige dag. God bless you, congratulations, gefeliciteerd. Thank you. Dankjewel, zijn excellentie. Shadikat Prasad Santoki, dankjewel. En mensen, mag ik nogmaals een applaus. En we hebben geleid door de 3 mooie Indische vrouwen. Ja, ik nodig ook naar voren gelijk de Arawakse vereniging uit Hollandse Kamp, Wabokwa. Ik doe ze gelijk even uit. Ze gaan even een klein muziek optreden geven aan de leden van de heer Benny, waar ik ook ben. De commissie is aanvankelijk 6 maanden geïnstalleerd. Ze staat op agenda, op de regeringsagenda. Mm-hmm. Dat ze komen presenteren. Ja. De tijdlijn, want je moet rekenen dat er zijn concessies uitgegeven, de juridische kant, maar het moet uit. Ja. Het is één, namelijk ook dat we ons land willen beschermen tegen nog meer houtkap. We zijn nu op 93%, dichtst beboste land in de wereld, maar ook het lichtste ontbossing. Zo moet het handhaven. Ja. Als je kapt, planten. Als je kapt, voor de lokale industrie. Maar export van rondhout gefaseerd, uitfaseren. Wat is uw wens? Wanneer moet het uiteindelijk stoppen? Ik denk dat over 2 weken die presentatie in de regeringsraad is. En als we ready zijn voor besluitvorming, afhankelijk van de presentatie, dan gaan we dat besluit nemen. Maar laten we eerst naar die presentatie kijken. Ja. Gefeliciteerd. Ook u gefeliciteerd. Was dus dan even de president van de